De dode man die vannacht werd gevonden op de hoek van het Gerardusplein en de Primalustraat is een natuurlijke dood gestorven. Dat is de conclusie van de technische recherche en de forensisch arts die onderzoek hebben gedaan op de stoep waar de man werd gevonden. Ze zijn er nog niet achter wat de identiteit is van de dode man. Dat wordt nog onderzocht.